Waar zijn we hier? Accent Paardenstallen. En wat doen jullie precies? Wij zijn fabrikant van paardenstallen, een mooi Nederlands product, gelegen in Vaassen, vlakbij Apeldoorn. En aan wie leveren jullie allemaal? Wij leveren eigenlijk in Nederland, maar onze stallen gaan ook naar Australië toe. Helemaal naar Australië? Ja, geen probleem voor ons. Dus, Hoe komen jullie bij Australië? Daar mensen zoeken die dat voor ons vertegenwoordigen. En dat gaat ook heel erg goed. Dus, en zo hebben we nog een aantal landen waar we leveren. En zoals? Duitsland, België. En uiteraard zijn we daar in het zoek om nog verder uit te breiden. Dus heel leuk. En wat is er nu zo speciaal aan jullie stallen? Een stukje eigen fabrikage, het maatwerk, de degelijkheid, goede materialen, sterk. Maar ook gewoon luisteren naar de klant. Wat wil de klant eigenlijk precies hebben? En niet gewoon maar met een standaard productje komen. Dus Want wat is voor u een standaard product? Gewoon een wandje met een schuifdeurtje en op één maat aanleveren. Maar wij willen gewoon kijken in het traject of in het project zelf wat de mogelijkheden zijn. Wij denken mee, wij kijken van hey, waar zitten de kritieke punten en proberen daar dus onze oplossingen voor te vinden samen met de klant. Ja. En kunt u een voorbeeld noemen? Nou, je komt vaak op locaties waar spanten zitten en schuine kanten of oude rundveestallen waar mensen in de situatie zelf iets moeten aanpassen. En daar zijn wij gewoon heel sterk in. Ja. En we staan hier nu ook voor een mooie stal. Maar wat is er nu zo speciaal aan deze? Nou, deze stal is speciaal omdat hier een speciale coating op de tralies zit. Die lijkt alsof er een houtstructuur in zit. En dat is iets wat nog niet eerder gedaan is. En dat dachten we van, dat is hengstenskeuring een mooie show voor om dat eens te presenteren. Dus ja, dat is heel speciaal. Vooral die coating. Ja. Ja, want van welk materiaal is dit gemaakt verder? Dit is staal. Het lijkt hout. Ik had gisteren al mensen hier die zeiden van, dat is niet goed voor mijn paarden, want die eten het hout af. Maar het is dus geen hout. Dus mensen trappen er wel in? Mensen trappen erin. En het was eigenlijk ook een beetje de intentie van het product. Dus je krijgt mensen op je stand en die denken van, en dan ga je tikken. En dan hoor je dat het toch staal is. Dus is leuk. Plus dat het heel erg chic kijkt.